Het Openbaar Ministerie heeft middels een rechtshulpsverzoek informatie opgevraagd bij de buitenlandse autoriteiten omtrent de 8 ton kilo cocaïne die in beslag is genomen in Spanje. Dit bevestigde justitieminister Kenneth Amoxi vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De drugs is vermoedelijk afkomstig uit Suriname. De bewindsman stelt dat het onderzoek aan de Surinaamse zijde moet worden opgestart. Ten aanzien van de drugsvangst welk is gedaan in Spanje, heb ik gisteren nog met de procureur-generaal gesproken. Daarover overleg gehad. En zij vraagt dus informatie op middels een rechtshulpverzoek. Zal zij dus de informatie opvragen en dan in samenwerking met de autoriteiten daar het onderzoek hier laten oppakken. De minister herinnert eraan eerder overlegmomenten te hebben gehad met de veiligheidsdiensten. Dit zal weer opgepakt moeten worden omdat het beleid op de Jules Sydney haven moet worden aangescherpt. Ik denk ook dat de mogelijkheid is er om heel binnenkort met onder andere Europese veiligheidsdiensten, politiediensten, overleg te voeren en ook een strakkere, hechtere samenwerking met ze aan te gaan, zodat we niet met zulke drugsvangsten verrast worden. De drugs was in een container verborgen als een stroomgenerator. Het gaat om een van de grootste partijen drugsvangsten ooit in Spanje.